Ja, Sam, dit was denk ik precies deze wedstrijd wat jullie ook moesten tonen vandaag. Hè? Zeker. Geeft een goede gevoel, een goed gevoel. En beginnen de wedstrijd heel erg sterk en krijgen ook die goal en dan geven we het weg en komen we sterk terug. Dus geeft zelfvertrouwen naar iedereen en een goede gevoel. Ja, en ook denk ik zelfvertrouwen, een boost daarvan voor jouzelf met name. Ja, natuurlijk. Ik werk altijd hetzelfde en ik weet ook dat ik veel beter kan. En ik ga gewoon door. Maar zo'n wedstrijd als vandaag moet vaker gebeuren natuurlijk. Moet elke week gebeuren. Misschien niet de hat-trick, maar hat-trick, twee doelpunten. Maar wel die lef en die drive hebben. Het voelt wel bijna als een hat-trick, kan ik me voorstellen. Want die tweede, ja, het belangrijkste werk is allemaal door jou verricht. Ja, voelt als een hat-trick. Die eerste goal, dan moet je hem in één keer nemen. Dat is volgens mij een stuk moeilijker dan hoe het er op het scherm uitziet. Ja, dat weet misschien die mensen dat voetbal hebben gespeeld. Maar het was een mooie aanval ook. Begin op de linkerkant en dan eindig op rechter met een goede bal van Steven of Rick. En goed neergelegd van Luis. Maar jij zet hem ook zelf eigenlijk helemaal op. Hè? Het begint al op dat middenveld, ook met jou bij die goal. Ja, als ik heb gezet, was een mooie aanval. De laatste dan, want jij zegt het voelt als een hat-trick, maar de laatste staat weer niet helemaal op jouw konto. Of kijk je daar anders naar als aanvaller? Ik vind persoonlijk deze de mooiste. De passie, strijd en alles wat Feyenoord betekent. Dus prima. Hey, dit is een prachtige middag. Hè? Jullie winnen duidelijk terecht. Niets op af te dingen. Al met al, het verbloemt natuurlijk niet dat jullie nog steeds niet staan waar jullie willen staan, lijkt me. Zeker. We moeten deze gevoel houden. Volhouden naar donderdag. Hebben wij een heel mooie wedstrijd. Hopelijk. En hebben we alle steun nodig. En krijgen we weer die mooie Europese avonden hier in de Kuip. Ja, en ook verder in de competitie natuurlijk. Ja, stabiliteit blijft volgens mij het woord wat erin moet bij jullie. Zeker. Wij moeten op deze niveau elke week spelen. Zeker thuis. En deze vorm volhouden. Eén ding nog, na de wedstrijd, je steekt bijna het hele veld over en zo lekker weer was het niet, om nog een shirt aan een paar kinderen te geven. Had je ergens tijdens de wedstrijd iets gezien? Wat zit daarachter? Ja, het was eigenlijk niks. Het was een paar kinderen willen mij een shirt hebben. Wij mogen die lange maal niet weggeven. Strikt budget. Maar? Maar ja, ik ging door om een korte maal te krijgen. En